Ik heb vanavond gesproken over het belang van empathie. Over het belang van democratische waarden. Over het belang van solidariteit. En ik ga niet afsluiten met een pleidooi dat je op ons zou moeten stemmen. Of wat ik precies ga doen na 15 maart. Maar wat ik wil zeggen is dat ik hoop dat je gaat stemmen. En dat je in actie komt. En er zijn tal van andere partijen waar je ook nog voor zou kunnen kiezen. Maar kies alsjeblieft voor hoop en optimisme en empathie en laat je niet verleiden tot angst. En laat je hart alsjeblieft open blijven staan voor al die mensen die anders denken dan jij. En sluit je niet op in je eigen hokje, want dat is mijn grote angst. Dat we straks tegenover elkaar staan en dat er twee Nederlanden zijn. Een progressief Nederland en een rechts Nederland. We moeten het samen met elkaar doen en blijf je focussen op de grote problemen die er zijn. En vind deze verkiezingen een politicus die je gelooft. Wiens hoop en dromen en idealen je deelt. En stem op hem. Ik hoop dat ik het ben. Maar bovenal dat je gaat stemmen. En dan gaan we Nederland veranderen. Dank jullie wel. Fantastisch. Dank jullie wel.